Dit is de VGCT podcast met daarin de nieuwste wetenschappelijke inzichten over cognitieve gedragstherapie. Mijn naam is Mieke Ketelaars en ik ben kennisredacteur bij de VGCT. Elke aflevering spreek ik met één of meerdere experts over een ander thema. Beter worden in je vak was nog nooit zo makkelijk. In het hoofd van de patiënt komt hij naar een oorgarage en die ga je niet op de stoep begroeten met een psycholoog. Het zou Echt wel een winstpunt zijn als krantenberichten dat daarin ook eens positieve onderzoeksresultaten worden besproken en niet alleen maar de subsidies. Tinnitus of oorzuizen, daar gaan we het vandaag over hebben. Wat is het wel en niet? Wat heeft de media daarmee te maken en moeten we nou eigenlijk inzetten op preventie of op behandeling? Voor deze podcast ben ik neergestreken in Eindhoven, waar we aardig wat bekijkstrekken in een mooie vergaderkamer in een hotel- en conferentieoord in Eindhoven. De serveerrobots vliegen letterlijk langs ons raam en bij mij aan tafel zitten Olaf Wagenaar en Rilana Chima. Olaf is klinisch neuropsycholoog bij Rijndam Revalidatiecentrum in Rotterdam. En Rilana is onderzoekscoördinator van het Tinnitus Expertisecentrum... in samenwerking met Adelante en de Maastricht University. Daarnaast is ze ook gastprofessor aan de KU Leuven... bij de onderzoeksgroep Health Psychology met onderzoekslijn Tinnitus. Hoe kan het ook anders? Rilana, ik denk eigenlijk dat tinnitus voor veel mensen een vrij onbekend probleem is. Hoe ben jij eigenlijk in die wereld van oorshuizen terechtgekomen? Um... Goh, ja, dat was een beetje per toeval. Ik werkte als onderzoeker bij Adelante. Het instituut heette toen nog uh, Instituut voor Revalidatie Vraagstukken. En daar werd een uh, psycholoog gezocht bij audiologie voor tinnitusklachten. En daar heb ik gesolliciteerd. En uh, ja, zo is de bal gaan rollen eigenlijk. Inmiddels zijn we zoveel jaren later ja. en zit je helemaal in de tinnituswereld. Ja. Ja. Hoe is dat voor jou, Olaf? Nou, het is wel grappig eigenlijk. Want ik heb min of meer dezelfde ervaring dat je dus op dat gebied terechtkomt. En het, het grijpt je. En nu, 23 jaar later, zijn we er nog steeds mee bezig. Ik zocht een baan. Ik werkte eventjes in de werving en selectie. Nou, daar werd ik binnen een maand depressief. Eh, bijna. Toen zag ik een factuur in Terasmus MC. Gezocht, psycholoog voor tinnituspatiënten op de afdeling audiologie. Gewoon een spraakcentrum. Nou ja, eigenlijk vrij snel aangenomen en zo, zo geschieden. Ik heb even een beetje zitten googelen naar het tinnitus, hoe dat dan zou moeten klinken. Um, ik kan me heel erg voorstellen dat het een, een ontzettend vervelend geluid is dat je leven ook echt kan overnemen. Zie je dat ook vaak in de praktijk gebeuren? Dat zie je wel gebeuren. Uh, en het lijkt ook heel vaak uh, zo te gebeuren. Feitelijk is dat niet heel vaak. Tinnitus is in principe een vrij normaal verschijnsel, zal ik maar zeggen. Net zoals pijn en jeuk. Uh, de meeste mensen hebben daar niet zoveel last van. En er is maar een hele kleine groep die tinnituspatiënt wordt. En dat zijn wel mensen ja, wiens leven wordt overheerst. En ik zelf zeg altijd, ja, je kunt oorzuizen hebben. Uh, en op het moment dat je er last van krijgt, dan ja, wordt het tinnitus genoemd. Hè? Want je komt namelijk bij een dokter en die noemt het tinnitus. En, en dan, als je pech hebt, ontwikkelt het naar een heel syndroom. Ja, dus dat is wat genuanceerder eigenlijk. Maar in de media ja, lijkt het net alsof het uh, een grote toestand is. Ja, ik denk dat we daar ook zo meteen nog even op terugkomen, dat idee van in de media. Uh, als jullie dan kijken, um, hoeveel mensen hebben last van oorzuizen en hoeveel kun je eigenlijk echt diagnostiseren met tinnitus? Zijn er cijfers van? Um, ja, dat zijn wat recente cijfers. Wat moeilijk is... Is om die uh, bij elkaar op te tellen. De studies die ze doen naar de, het voorkomen van tinnitus, daar stellen ze telkens een andere vraag. En uh, zoals je net hoorde ook van Olaf, het is lastig om het te definiëren. Een recente definitie, die we met een grote groep wetenschappers hebben gepubliceerd, is uh, chronische tinnitusbeperking. In het Engels, chronic tinnitus disability, waarbij de tinnitus. Bestaat voor langer dan drie maanden en leidenslast veroorzaakt. Dat is misschien wel een makkelijke manier om erover te praten. Dat waar, daar waar het geen leidenslast veroorzaakt, daar ook geen klinische nood is. En eh, dat dat ja, voor onze psychologen natuurlijk minder relevant is. Dan is het een fenomeen. Nou, één op de vijf van de volwassen westerse populatie kan zo'n tinnitus waarnemen. Nou, dat is heel veel. Dat zijn de laatste schattingen. Nu zeggen we dat ongeveer drie. Tot 11% van die groep, je ziet al hoe breed die marge is, dat die daar last van heeft. of een chronische tinnitusbeperking gaat ontwikkelen. Um, uiteindelijk is het, het is de kleinste groep van iedereen die tinnitus kan waarnemen. Hè? Dan zeg je, oké, okay, dat is een kleine groep daarvan, die krijgt de beperking. Doch, ik denk absoluut gezien, qua aantallen zitten we toch wel met een grote groep patiënten. Uh, uh, op uh, Europees niveau, maar zeker ook op Nederlands niveau, die uh, een klinische nood heeft, dus een klinische zorgvraag heeft, eigenlijk. Ja, ja. ja en ik mag, als ik daar nog op aan mag vullen, want jij baseert het denk ik op uh, ja, wereldwijde gegevens, uh, of op zijn minst Europees. Ik heb toevallig uh, dit jaar een studie gepubliceerd, wat echt over Nederland ging. En toen bleek inderdaad dat 25 procent, dus dat komt eigenlijk overeen met wat je zegt. Uh, je zegt ja, ik, ik, uh, ik heb dat of ik hoor dat wel eens. Maar waar inderdaad een kleine 10%, ietsje minder dan 10%, die zei ja, ik hoor dat altijd. En vervolgens was daar maar een groepje van anderhalf procent van die er inderdaad uh, ja, echt ziek van werd. Dus ja. in die zin gaat ook de vergelijking met pijn enigszins op. Hè? Ja, hey, en, en wat maakt nou dat de ene er last van heeft en de andere niet? Nou, als ik daar iets over mag zeggen, want dat komt uit diezelfde studie van uh, dit jaar. Nou, de, uh, ik draai het dan liever eigenlijk om. Hoe komt het nou dat, uh, de, dat er een hele grote groep mensen is die daar geen last van heeft? Uh, de mensen die zeiden van, nou, ik heb een excellente uh, kwaliteit van leven. Die mensen hebben er als het ware uitgepikt, daar naar kenmerken gekeken. En toen kwam eigenlijk naar voren dat zij vooral werden gekenmerkt door persoonlijkheid, competentie en goed kunnen slapen en sociaal actief zijn. Maar goed, dan krijg je wel een beetje een kip-ei-verhaal. Uh, dus vooral die competentie, niet zozeer als een ervaring, maar als persoonlijkheidskenmerk, kwam vrij duidelijk naar voren en bovendien 180 graden anders dan de patiënt. Dus ik ben geneigd te zeggen van, nou, wat maakt nou of je er wel of geen last van krijgt, uh, dat dat ook iets met persoonlijkheid te maken heeft. Dat is op zich geen oud gegeven, dat is ook al uh, wordt al vaker naar verwezen. En er zijn ongetwijfeld ook nog meer kenmerken die wellicht onderscheidend zijn, maar dit is in ieder geval, lijkt het tenminste, eentje te zijn. Als die vraag aan mij wordt gesteld, dan zeg ik meestal, um, daar waar dreigwaarde is gekoppeld aan het signaal, daar kunnen we verwachten dat er klachten gaan ontstaan. Hè? Want in ons brein kunnen we moeilijk gevaarssignalen negeren. Ik zeg typisch gevaar of dreiging, omdat we zien dat een vreesreactie op die tinnitus, dan op termijn, dat zien we in alle studies die we hebben gedaan, leidt tot vermijdingsgedrag, dus gedragsaanpassing. En als je in die cirkel zit, dan leidt dat uh, op de langere termijn, dus langer dan drie maanden, tot echt. Een uh, beperking. Met persoonlijkheid uh, ben ik altijd heel voorzichtig. Hè. Er zijn uh, een aantal studies gedaan, inderdaad. En dan zien we telkens als je in meer experimentele studies, hè, dus niet als je mensen volgt over de tijd, maar als je mensen echt met elkaar vergelijkt, dat de persoonlijkheidsattributen van iemand op een bepaald moment zeer weinig voorspellend zijn voor de aard van de klacht, de mate van de lijdensdruk... Uh, maar ook niet voorspellend zijn in uh, hoe effectief een behandeling kan zijn. En zoals jij ook al zei, interessant eigenlijk... dat je dat zegt, want, want eigenlijk ben ik namelijk helemaal met je eens. Enerzijds uh, beschrijf jij nu zeg maar de patiënten, hè? en ik benader het vanuit die uh, niet-patiënten. Ik denk wel dat je op het moment dat je mensen in wel of niet gevoelig zijn voor bedreiging, vrees, angst, dat je ja persoonlijkheid niet kunt overslaan. En sterker nog, ik ben uit de laten we zeggen psychologische school dat persoonlijkheid wordt opgebouwd onder andere uit wel of niet angstgevoeligheid of een mate van angstgevoeligheid. Daar ben ik het ook helemaal mee eens. Waar uh, ik alleen uh, even naar wil wijzen, is dat de vraag is: omdat we veel al geen uh, baseline meting hebben. Is het zo dat die persoon um, al angstgevoelig was voordat de tinnitus er was? Of is die gevoeligheid een consequentie van het feit dat ja. ze tinnitus er waren? En dat is een, een ja. goede discussie om te hebben. Ja, dus in de, als ik het goed begrijp, zeg je, in de patiëntenpopulatie is het geen voorspellende factor. Terwijl we eigenlijk in de, laten we zeggen, gezonde populatie het wel als een voorspellende factor hebben geïdentificeerd. Dat is op zichzelf interessant. Ja, hey, en even doorkijkend, is de ernst van het geluid wat iemand waarneemt ook bepalend voor hoe heftig iemand ergens last van heeft, of is dat niet zo? Ja, dat is uh, intuïtief, zou je zeggen. Ja, als iemand komt en uh, die zegt uh, op je spreekuur en die zegt, ja, ik hoor de hele tijd straaljagers, dat die veel meer klachten zal hebben ja. als iemand die rapporteert dat hij een kraan loopt, uh, hoort lopen. Um, en toch is dat niet zo. Dus uh, dat is ook een beetje het mysterie van de tinnitusperceptie. We zien, Het is zelfs zo dat er mensen zijn die uh, een sneltrein horen op de achtergrond en die fluitend het spreekuur uitgaan. En uh, we hebben mensen die een zeeruis horen. Die kunnen hun leven niet meer leiden omdat dat geluid zo interfereert. Ja. Dus ja. Ja, ik heb dezelfde ervaring. Dat is ook geloof ik uh, zowel klinisch, dus achter het bureau, als ook wetenschappelijk. Gewoon nul relatie tussen audiologische karakteristieken en een lijnstruk. Tegelijkertijd, als iemand achter mijn bureau zegt... ik hoor een straaljager... dan weet ik al wel een <laughs> beetje wat voor vlees ik in de kuip heb. Uh, versus degene die zegt, ik hoor een ruisje. Het is natuurlijk wel een beetje de woorden die je eraan geeft... die al iets verraden. Ja, ja want als ik denk aan een zeegeluid... dan denk ik, nou, dat lijkt me helemaal niet zo storend... om op de achtergrond uh, te mogen ja, horen. Ja, precies <laughs> Best lekker. Precies. Sommige mensen moeten dat opzetten, ja. voor, willen ze dat ja. horen. En, dan, en andersom. Hè. Dus als iemand zegt, ik hoor een straaljager... Nou, dat doet hij zodat ik weet wat hij hoort. En denk ik, nou oké, okay, is het Ik weet hoe dat klinkt. Dat ja, is ook best wel hard. Maar je moet echt wel ervaring hebben met tinnituspatiënten om dat lijden te kunnen zien en, en horen. Ja. Ik zeg altijd tegen de patiënt, ga nou niet proberen het geluid te laten horen of benoemen. Maar zeg tegen je dokter, huisarts, hoe je je, uh, hoe je, je voelt. Dus uh, angstig, somber, uh, whatever. Je kunt het ook niet negeren, vind ik. Want ik denk wel dat de perceptie van de persoon... Uh, die op je spreekuur komt of die in de kliniek komt... dat je die wel moet registreren en dat je die uh, serieus uh, moet nemen. Dus wij hebben een uitgebreide diagnostiek. We hebben van die uh, tinnitus-specifieke gevalideerde vragenlijsten... waarin we dus kunnen, goed kunnen uitfilteren... waar zit de uh, emotionele component, uh, waar zitten de gedragsconsequenties... en wat is eigenlijk... De ervaren lijdenslast van de patiënt, ongeacht het geluid. Rilaan en ik zitten in een verschillende lijn van ja. gezondheidszorg en dat maakt ook wel uit. Ja. Kijk, dus in mijn doelgroep probeer ik het te normaliseren, ja. zonder natuurlijk de empathie en de serieusheid te verliezen. Maar ik probeer het wel wat kleiner te maken, wat behapbaarder te maken, juist door middel van het begrijpen. Terwijl ik kan inderdaad wel, ik ken ook patiënten inderdaad, die erop staan eigenlijk dat het geobjectiveerd wordt. Mm -hmm. Dat is wellicht onderdeel van hun copingstijl of, of, of van hun wanhoop, ik weet het niet. Maar in mijn patiëntengroep probeer ik eigenlijk het gesprek zo snel mogelijk niet meer over de tinnitus te hebben, maar over de gevolgen van tinnitus. Ja. Uh, want omdat ik van overtuigd ben dat men daar wellicht wel Controle over kan krijgen. Ja. Is dat voor patiënten logisch of is dat toch nog best wel een stap die ze moeten zetten? Hè? Van het idee van, nou, dit is wat je hoort, maar we gaan aan iets heel anders werken. Nou, als je dat zo zou brengen of op een andere manier, van laten we dat eens uh, doen, dan gaat dat inderdaad niet gebeuren. Uh, dus het is absoluut noodzakelijk en essentieel dat daar een educatie tussen zit. Het is alleen maar in mijn ervaring althans. Alleen maar mogelijk om die stap te maken van louter uh, lichamelijke fixatie en medische fixatie naar psychologische ingang. En ook meer uh, zoeken naar wat kan wel in plaats van niet en uh, dat soort zaken. Dus die educatie is, wat mij betreft, essentieel. Ja, helemaal eens met Olaf. Um, wij doen dat ook. Hè. Dus niet iedereen die bij ons terechtkomt. Is iemand die verdere stappen nodig heeft. Vaak mm -hmm. zien wij, en dat is bij ons ongeveer 50%, die hebben daar voldoende aan. Dus die zijn voldoende geïnformeerd, gerustgesteld, die zijn genormaliseerd, die weten ook van: oké, okay, uh, dit is hoe een tinnitus zich kan gedragen en hoe ik daarop reageer, vooral. En die, kunnen dan, die lopen fluitend de deur uit. Maar dat is een groep natuurlijk waarbij we veel meer gaan doen. En dan gaan we een echte exposure-behandeling uit, uitvoeren binnen de cognitieve gedragstherapeutische kaders. Maar nogmaals, die eerste stap die trieert. En ik ben het helemaal met je eens, Olaf. Als je de juiste informatie. Je, ja, voor mij is het altijd. Als je de dreigwaarde in een heel vroeg stadium kunt wegnemen, dan, dan escaleert de chronische klacht ook niet. Uh, jij hebt het dus over dreigwaarden en mijn uh, stokpaardje is toch vooral machteloosheid. Voor de therapieën en eigenlijk ook voor educatie maakt dat wel uit. Uh, dus je kunt de educatie geruststellend brengen of je kunt de educatie richten op van wat kan je nou wel doen. Mm -hmm. Dat is wel een ander verhaal. Ook al is het wellicht allebei waar. Uh, ten tweede ik heb een neuropsychologische achtergrond. Ik vertel het dus vanuit neuropsychologische theorie. Er zijn ook collega's in de, in de wereld, eentje heel erg bekend geworden. Maar zijn verhaal, wat veel meer een beetje een witte jas verhaal was, dat verhaal is eigenlijk nog steeds heel wijd verspreid in de wereld, terwijl het is ook allemaal niet onwaar wat hij zegt, maar de verpakking van het verhaal is heel erg medisch. Waarbij je eigenlijk niet de boodschap brengt: wat kan je zelf eigenlijk doen? Mm -hmm. Dus dat jaagt eigenlijk mensen in de, in de spreekkamers van Jan en Alleman. Uh, en dat kost bakken met geld en het helpt ook heel vaak niet. Dus de verpakking van de educatie vind ik heel erg belangrijk. Naast de inhoud van de educatie. De boodschap is belangrijk, maar ook wie geeft de boodschap? Op het moment dat, ze, dat de patiënt bij ons komt. wij zijn natuurlijk een uh, gespecialiseerd audiologisch centrum. in het hoofd van de patiënt. komt hij naar een oorgarage. Als ik het maar even zo mag zeggen. En die ga je niet op de stoep begroeten met een psycholoog. Als de patiënt terechtkomt. in een GGZ-instelling. is dat natuurlijk een heel ander verhaal. Dus wie geeft de informatie? Bij ons is het zo dat onze audiologen ook een beetje um, ja, uh, psychologisch uh, moeten werken. En dat is niet voor iedereen even gemakkelijk. Nee. Dus ik denk dat we daar een hele hoop werk hebben. Van oké, okay, wie geeft welke informatie... en waar starten actieve behandelelementen? Dus de, 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 zeg maar de combinatie aan wie is de patiënt... en vervolgens waar komt hij terecht... en wat heeft hij in zijn kast? Daar moeten we gewoon heel nadrukkelijk... Uh, ja. Nou, en, en wie geeft dan die informatie... Nou, wat mij betreft, is dat nou innovatie? Daar hoeft misschien niet een, een wie te zijn, een specialist ergens in een lijn die ook allemaal weer geld kost. Even terugpakken, want he, machteloosheid. Ik snap dat dat een, een, een thema is, inderdaad. Maar dan probeer ik me de patiënt even voor te stellen. Ik heb last van klachten, ik hoor iets, dat, dat verstoort mijn leven. Um, hoe gaat kennis, een stukje psycho-educatie, van wat is het en, en, enzovoort, hoe gaat mij dat helpen om mijn leven verder vorm te geven? Ja, dat is een goede vraag. Uh, kijk, ik ben van mening, en de research moet nog volgen, maar ik ben van mening dat mensen, als ze het goed begrijpen, wat zij hebben en waarom en, en hoe zo zij en niet, en niet de buurman, dat dat iets doet met iemands aanpassingsvermogen. Ja, nu gaan we uh, ruzie krijgen. <laughs> ik denk dat dat belangrijk is als het lukt. Maar ik denk dat je mensen ook kunt behandelen als ze het niet begrijpen. Mm -hmm. Een spinnenfobicus kan ik heel vaak uitleggen. Ja, die spin is niet gevaarlijk, die eet je niet op hoor. dan ga je niet dood aan. Die weet dat ook. Maar toch, wat moet je dan doen? Exposure. Maar hoe ga je iemand blootstellen aan iets waar ze absoluut niet uh, aan blootgesteld willen worden? Dus dat is een beetje een, een contra-intuitieve behandeling. Dus dat kan niet zo. Maar je kunt niet zeggen tegen een patiënt, ja, je moet zich dus gewoon een beetje blootstellen. En dan komt het vanzelf goed. Ga maar flink in een stille ruimte zitten en gewoon die tinnitus, uh, laat dat maar even overheersen. Dat gaan ze niet doen. Mm -hmm. En hoe doe je dat? Nou, nou dat doen wij dus in, op, in heel gestructureerd format. En niet enkel voor de hele ernstige patiënten. We zien dat bij milde klachten een, een stukje exposure heel snel werkt. En dat is het leuke eraan. Zeg maar, exposure werkt eigenlijk op het moment dat de, dat de persoon een uh, soort van uh, surprise ervaart. Hè. Die patiënt denkt, ik kan er niet tegen. Het wordt allemaal erger als ik een spin zie, als ik die tinnitus uh, hard waarneem. Um, op het moment dat je dat dus uh, uh, zeg maar, met die patiënt experimenteel doorloopt, je test of dat zo is, aan de verwachtingen zijn aangepast. klinkt nu heel erg overgesimplificeerd... dan zie je dat de therapie werkt. Je hebt natuurlijk helemaal gelijk. Exposure is niet voor niks, uh, al uh, zo oud als uh, Methuselam. Maar ik denk wel, want je had het net zelf ook al over verwachtingen. Ik denk wel dat als dus die educatie op de juiste manier en door de juiste persoon en op de juiste taal met de juiste boodschap wordt gedaan, dat je daarmee ook al de verwachting. Wat verandert, aanpast, uh, uh, geruststelt? Dat uh, intuïtief is, is dat zo? Helaas zegt de wetenschap anders. Hm. Uh, hoe meer je geruststelt en hoe meer psychoeducatie voor de exposure, hoe minder effectief je exposure. Maar psychoeducatie werkt wel op een later moment. Dus dat kan wel heel sterk de exposure versterken. We moeten wel essentiële informatie geven, dus de rode vlaggen moeten weg. Maar dan moeten we ook gewoon echt aan het werk. En dan moeten we gewoon de patiënt uh, gaan blootstellen aan het allerergste wat er zou kunnen mm. gebeuren. Uh, zonder uh, al te veel soela's te bieden op voorhand. En dat maakt het ook geen hele gemakkelijke therapie. Uh, soms, maar uh, ja, het goede is dan weer, het is vrij snel effectief. Mm -hmm. Dus je ziet bij de patiënt een hoop opluchting en je ziet bij de therapeuten ook een hoop uh, commitment, omdat ze zien, oké, okay, die tools die ik heb, die werken wel. En we zien in de wetenschap dat het mm -hmm. werkt. Maar er is natuurlijk een groep in de acute fase, dus daar heb jij denk ik ook een stukje over. Dan denk ik is het essentieel dat de juiste informatie direct. Ja. Nou, uh, kijk, okay, dan dus ja, ja. komen we weer daarop ja. inderdaad. Uh, er zit toch een soort geleidende schaal in. Ja. Uh, ik, uh, ik zou de laatste zijn die de wetenschap gaat tegenspreken, dus dat neem ik meteen uh, van je aan. Tegelijkertijd denk ik: ja, weet je, als je met uh, interventie 1 kunt zorgen dat interventie 2 niet nodig is. Uh, dan ja. moeten we denk ik uh, inzetten absoluut. op één. Uh, ja, je wil de overgang van acuut naar chronisch, daar wil je een rem zetten. Daar wil ik, nou ja, nou zeker. Ja, absoluut mee eens. Dus daar er ja. zijn, ik denk in de verschillende fases, verschillende soorten van informatie nodig. Ja, ja, ja. dat zou ik nog eens ik En denk, dan, dan ook nog uh, aangeboden door misschien verschillende ja. uh, soorten zorgverleners. En ja. daar, ja dat ja. is wel een beetje een puzzel waar we nog wel iets mee kunnen. Denk. Ja, ja. Jullie refereerden daarnet al aan. Tinnitus wordt in de media steeds vaker genoemd. En jullie zien dat als een mixed blessing. Waarom is dat? Google maar eens tinnitus. En uh, je wil niet weten natuurlijk wat er allemaal op je afkomt. Iemand die net tinnitus heeft, die zoekt op Google. Dat is onvermijdelijk. Ja, dan, dan moet je ten eerste kunnen filteren wat is, wat is betrouwbaar wat is niet betrouwbaar. Nou, daar gaat er al een hoop uh, mis. En ik, ik weet niet of we dat kunnen stoppen. Uh, maar het is wel belangrijk dat de gewone pers ook meegaat in de bangmakerij. Daar heb ik echt wel ergernis over. Dat je het preventieve verhaal of het positieve verhaal niet kwijt kan in de pers, dan is het gewoon niet sexy genoeg om een preventieboodschap te hebben. Het zou echt wel een winstpunt zijn als krantenberichten dat daarin ook eens positieve onderzoeksresultaten worden besproken en niet alleen maar de suicides of de uh, nou ja dat soort uh, drama's die ja. natuurlijk ook die zijn er ook hè laten we dat ja. vooropstellen Dat moeten we serieus nemen maar Echt wel uitzonderingen. Het heeft natuurlijk nieuwswaarden, uh, zoals uh, Gabi Oldhuis, het bekende ja, nou. geval, die door de tinnitus, zogezegd, ja. de euthanasie... Uh, en we zijn goed tien jaar later nu, is yeah. iets, En het leeft nog. Ja. Het leeft nog steeds. Wat ook, uh, wat ook storend is, en daar hebben we het ook wel eens over gehad, Olaf, is dat de tinnitus wordt gebruikt als een soort van dreiginstrument. Hè? Hm. Ik zie dat in België ook veel, maar ik zie het de laatste tijd in Nederland ook. Dan zie je mensen op televisie en die gaan dan zeggen, ja... Uh, en klopt. Je moet natuurlijk je uh, gehoor bes beschermen, want een gehoorverlies op zichzelf is al een hele nare uh, huh? beperking. Uh, maar om dan te gaan dreigen, want je gaat ook uh, tinnitus krijgen en dan wil je dood. Dat lijkt me toch. Um, en ja, je uh, ik denk gehoorverlies een gehoorverlies en tinnitus gaat op een gegeven moment door elkaar door elkaar lopen. lopen. Dat is absoluut geen enkele reden voor. Dus de mate aan gehoorverlies. Is wel geassocieerd met het kunnen waarnemen van een tinnitus. Maar daar zijn we mee begonnen. Dat is niet hetzelfde als het hebben van een tinnitusbeperking. Dus natuurlijk, als je minder hoort, dan wordt het stiller in je hoofd en dan kun je datgene wat er is eerder horen. Dus je ziet een groot gedeelte van de mensen die een gehoorverlies heeft, die kunnen ook een tinnitus waarnemen. Mm -hmm. Maar dat wil niet zeggen dat die mensen een klinische zorgvraag hebben voor die tinnitus. En als we naar wetenschap kijken, dan zien we dat. Uh, als je ernstige tinnitus hebt en je hebt ook gehoorverlies, dan is dat dubbel zo erg natuurlijk. Maar ja, goed, dat lijkt me logisch. Maar de mate aan gehoorverlies zelf is niet voorspellend voor die lijdenslast. Dus dat lijkt uit elkaar. Dus er is geen kausaal verband. Hè? Want anders zou iedereen. Met een gehoorverlies, tinnitus hebben en last hebben. En iedereen eh, die geen eh, gehoorverlies had, nooit tinnitus kunnen waarnemen. En we zien dat is helemaal niet in op één. Dus om, dat, om die dingen door elkaar te. En dat zie je dat gebeurt in de media. Ja. Dat is ook wel makkelijk, natuurlijk, denk ja, ja, ik. Het ja, tref, is een makkelijk dreigmiddeltje. Ja, nee, ja. maar er dus staat er van. Ja, het, het geluiden, het, ah, dus de geluidsdrempels. Uh, daar is nu een hele hoop politieke ja, ja, discussie over in de kranten. Ja, maar over de. De festivals en de evenementen. Werkelijke. Dat ja. ze dus. Uh, Zo'n convenant. Ja, dat de 103 decibel precies. is dan. Dat is ook wel wat luid. En gehoorschade is inderdaad een risico. Maar waarom is het niet. Dat is toch al risico genoeg? Waarom ja. moet je dan meteen iedereen gaan bedreigen? En dan krijg je ook ja. suicidale tinnitus. Ja. Dus, ja, ja, precies. Uh, er stond in het AD. Uh, bijna twee keer achter elkaar. berichtgeving over inderdaad. Uh, die, die geluidsnormen. Uh, bij concerten en dergelijke. En dan staat in de kop iets over. Nou vreselijk tinnitus na een concert. Hè? Dus dan ja. zelfs in de kop. Staat niet waar het artikel over gaat. Ja. Het gaat over geluidsschade. Maar ze gebruiken dus tinnitus. Dat zeg je eigenlijk wel goed. Als een soort. Uh, 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 Drijfmanipulatie. Um, ja, een soort extra pas op. Ja, je. Ja, ja. Ja. Maar de boodschap is ook. Daar kom je nooit meer van af. Van af ja. Dus dan kom ik toch even bij mijn stokpaardje machteloosheid. Als je dreigwaarde, dus angst, vrees neemt als ingang, zou ik maar even zeggen, ja, dan heb je therapie nodig. Als je machteloosheid als ingang neemt, maar nogmaals, dat zijn twee verschillende patiëntengroepen, dan kan je, ze, kan je adviseren. Hoeft het nog niet per se therapie te zijn. Ik ja. denk dat, je, dat we het over hetzelfde hebben. De ingang in het model is uh, bij ons die dreigwaarde. Natuurlijk, hoge dreigwaarde krijg je catastrofale interpretatie. Wat staat daaronder? Uh, gevoelens van wanhoop. Dus dat gaat samen. Dus ik, we zijn het helemaal eens, want ook dat is bij ons de eerste stap in het model. Als je dat hebt, dus als op het moment dat je dreigwaarde ervaart en je interpreteert het als ik ben een gevaar en ik kan niks eraan doen, want dat is wat de mensen hebben. Dat is onderdeel, essentieel onderdeel van die katastrofale reactie ja. die tot die vrees leidt. Ja, ja. Als je begrijpt, dus we zetten precies... Nee, dat snap ik Dat is niet iets anders. Dat is ook zo. Het is ook een nuanceverschil. Het is alleen in de eerste lijn, waarin de mensen nog, nou ja, nog redelijk uh, zichzelf onder controle hebben, zou ik maar zeggen, hun, hun psychische welzijn bedoel ik dan. Daarin sluit de term machteloosheid veel meer aan bij, uh, bij hun behoeften, denk ja. ik. Terwijl ik kan me wel voorstellen dat in de, in de derde lijns zorg, dat meer vrees, angst, meer die, dat dat meer bij hun behoeften aansluit, van dat ze daar. Erkenning voor willen hebben. Maar goed, dat, dat gok ik even. Uh, ik denk nee, het is dat het... moeilijk hoor. Het zijn moeilijke woorden voor patiënten ook. Ik zeg ook, neem het ook niet vaak in de mond. Als je zegt, bent u, bent u bevreesd, bang voor? Dat is het niet, helemaal niet. Maar als je zegt, bent u bezorgd, dan zeggen ze. Ja, ja. Dan wel, ja. En als ik zeg, ja, heeft u het gevoel dat u controle heeft? Ja, ik, 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 ik gebruik hetzelfde ook, al zit ik, zitten wij in de derde lijn. We gebruiken diezelfde termen, want dat is wat de mensen echt herkennen. Van ja, ik heb echt het idee, en dat is niets wat ik eraan kan doen. Zo komen ze binnen. Dat wij dat vrees noemen en zo in de wetenschap. Mm. Dat wil niet zeggen dat het een makkelijk communiceerbaar concept is. Hè? Ja, maar dan zie je alweer hoe taal dus yeah. uh, ja. belangrijk is. We zijn alweer bijna aan het uh, einde gekomen met de blik richting de toekomst. Welke ontwikkelingen zouden jullie dan graag zien? Ik denk dus dat we moeten inzetten voor de toekomst: op preventie, op innovatie. En op profiling. Want we weten allemaal, het heterogene groep. Maar waar begint dan de een en waar begint nee. de ander? Hoe kunnen we die uit elkaar halen? Uh, kun je ze onderscheiden? Of, of wordt de een de ander? Hoe zit dat eigenlijk? En dus uh, als je vraagt van waar moeten we nu uh, naartoe? Zeg maar, hè, met onderzoek. Wetenschappelijk is het zeer interessant om, om te kijken hoe onderscheidt inderdaad uh, die kleine groep mensen zich van de grote groep mensen. Hè? Want ik denk dus ja. niet dat er een uh, intrinsiek essentieel verschil tussen zit. Dus niet iets in de vaste kenmerken. En dan denk ik in die groep waarbij het belemmerend is, denk ik wel dat we een uh, patiëntenprofielen of klinische profielen kunnen onderscheiden. Waarbij je dus kunt aangeven wanneer doe je wat, ja. door wie. Dat we iets chirurgischer omgaan met de tinnituspatiënt. Die komt binnen en we kunnen daar dan een profiel van maken, een beeld van maken. En we zeggen, nou, uh, deze factoren spelen bij deze patiënt uh, de grootste rol in het bepalen van die tinnituslast. Dus deze behandelelementen gaan we in deze volgorde uitvoeren. En dan, ja. uh, dan sluiten Olaf en ik weer heel sterk ja. op aan, denk ik, dat... Uh, dat we eigenlijk een soort van zorgpad ja. moeten gaan. Hè? Dus dat is meer aan de pragmatische kant. Dan kijk je van: oké, okay, waar gaan al die tinnitus patiënten eigenlijk naartoe? Hoe lang hebben ze dan tinnitus? En wat voor informatie hebben ze gekregen? En hoe we dat verbeteren. En wat eigenlijk de ideale triage is: daar hebben wij nog wat werk. Ja, en beter gezamenlijk hè, dan ja. natuurlijk allemaal in eilandjes op zichzelf. En soms heb ik wel het idee dat dat wel eens zo is: hè? Dat, dat we allemaal heel hard werken in ons eigen groepje. Of op ons eigen eilandje, maar dat het ook goed is om soms even uh, met elkaar aan tafel te zitten... en even consensus te vinden over waar, uh, waar zijn we het over eens. En ja. als wij aan tafel zitten, dan zijn we het meestal ja, ja. toch wel heel erg met elkaar eens. Ja, het. en we komen dus tot de conclusie, we hebben nog wat gegevens tekort ja, om... Ja. La om dat landelijk inderdaad uit ja. te rollen. Wij zijn door de tijd heen. Dus Ja, precies. Ik denk, dat we, ja, de precies. Sequel, ik denk ja. dat we hele mooie aanknopingspunten hebben voor de toekomst ook. Dat jij terecht jullie alle twee een aantal punten aanstippen. Die we voor de toekomst nog moeten onderzoeken. En verder ga ik jullie ontzettend bedanken voor jullie gesprek. Graag gedaan. Ja, het was superleuk. Ja. Het viel goed inspirerend, mee. Inspirerend. Ja, inspirerend. En we hadden heel weinig muziek. <laughs> nou, dat is toch mooi. Dat is mooi. <laughs> Dit was de veertiende aflevering van de VGCT podcast. Heb jij nou ook een goed idee voor een podcastthema? Laat het me dan weten via communicatie@vgct.nl. En wie weet strijk ik volgende keer bij jou in de buurt neer. Tot ziens.